Mijn gerse gast van vandaag is de Rotterdamse partygoeroe Ted Langebach. En we hebben afgesproken in Spangen, omdat hij daar is opgegroeid. Tedje! Oude Nibbus! Oude Nibbus! Hoe is het ermee, jongen? Mag je geen knuffel geven, dan maar een schoen. Een schoen? Een jongen. Een elleboog. Wat is aan zijn we hier? Dit is mijn ouderlijk huis. Hier, waarom hier dan? Nou, ik ben hier niet geboren, maar Maatenessendijk 131, ja, het staat er nu niet meer op. Het is nu een soort kinderdagverblijf geworden. Maar hier zit een beetje mijn legacy. Ik had hier best wel een soort gelukkige jeugd, maar omdat mijn ouders natuurlijk altijd hard aan het werken waren. Ik had ook een soort oppas, oma Kluts. Die oma woont Kluts? Ook, oma Kluts, ja, die woonde daar verderop. Goeie naam zeg. Ja, zeker. Dus die paste op mij. Dus ik had allerlei oma's en tantes die wel af en toe als jongetje op mij letten. Omdat mijn papa en mama, die waren altijd aan het werk in de horeca. Dus ik ben een beetje opgegroeid onder het biljart bij de jukebox. En als ze een vrije dag hadden, dan gingen ze weer kroegen toch doen natuurlijk. En toen werd mijn vader dus ziek. Die lag hier op de bank. Hij wilde eigenlijk niet meer leven. Die was 46, 47, 48 geloof ik toen hij uiteindelijk overleed. Last van zijn lever. En spiepjong. Ja, spiepjong. Hoe was dat om jouw vader te verliezen? Ja, heel raar natuurlijk. Maar ook wel zo van, er was altijd wel het laatste jaar een soort spanning in het huwelijk ook en zo. Dus het was ook wel weer, ik wil niet zeggen, gechargeerd een verlichting voor ook hem. Omdat hij er gewoon geen zin meer in had ook. Maar voor mijn moeder was het ook verdrietig. Maar die had gelukkig ook een andere vriend. Maar ik bleef hier min of meer alleen achter. En dat huis, ja, allemaal jonge katjes, honden die naar het asiel moesten. En ik heb dat hele huis laten opruimen. Ik heb het helemaal wit geverfd. En ik heb een soort mini-paradijsje van gemaakt. En ik ben daar gewoon zelf gaan wonen. En het eerste wat ik dus kocht ook was een basgitaar. Daar staat hij. Ja, daar staat hij. Je hebt hem meegenomen gewoon. Ja, precies. Ik kan het nog niet eens meer zien. Nee, want zeg maar, het verdriet moet je natuurlijk altijd proberen te herdefiniëren in uitdaging. Een plek geven. En plek geven en creativiteit. Maar hier is dus eigenlijk jouw passie voor muziek ontstaan. Zeker, want muziek was altijd een soort rode draad in mijn leven. Ik ging hier al met de hele buurt en later ook op een campinghoek volgend, waar we een hele grote caravan hadden, had ik een soort Italiaanse briefbus pick-up. Ja. En daar organiseerde ik mijn eigen privéfeestjes al. En hier op het zolder deed ik dus ook mijn eigen privéfeestjes al. Ja, er zit geen snoer aan. Klinkt als een raket, alleen dan zou ik het volgende keer met een snoer eraan doen. Dus ik kan wel playbacken, maar ik kan niet. Of je stopt de stekker erin. Nee, dat moet oude Nibbus. Hier woonde dus een vrouw die een beetje psychische problemen had. En die was zeg maar in slaap gevallen met een sigaret. Zo. En die had ook nog een paar honden. Dus ik hoorde al blaffen en zo. En we hadden natuurlijk ook buren. Dus ik, Barbara wakker maken, weet je wel, zo, we moeten eruit. Dus het eerste wat ik pakte was mijn gitaar en mijn lesbische vriendin en ik de trap af. En ik, naar de overkant natuurlijk. Ik denk, tuurlijk. Ja, survive. De kuier laten nemen. En hij zei, wat is nou aan de hand? En ik zag ook de vlam al een beetje hier uitkomen. Als je zelf had liggen te slapen, ja, dan was je misschien gewoon in de fik gegaan. Ik was hartstikke dood geweest. En daar begon eigenlijk zo, zeg maar, een soort kantelmoment voor mij van, Oké, nu moet ik gaan kiezen voor creativiteit. Maar eigenlijk is het dus dat als jouw huis niet in de brand was gevlogen, dan was jij misschien helemaal niet doorgebroken in de muziek. Dan was je niet helemaal in doorgegaan. Nee, was het op een andere manier gegaan. En dan was je een beetje, was het misschien wat extreem middelmatiger geworden. En nu door die extreme leerde ik ook mezelf kennen en ook dat je dan een soort survival kreeg. Ja, jarenlang ben ik hier ook niet meer voorbij gereden ook of zo. Dus omdat ik dacht van nou, het is eng en dat probeer je ook te vermijden. En, voor mij is dat natuurlijk best wel benauwd hier ook wel. Ja. Ik ben nu grote gebouwen en wolkenkrabbers ben ik gewend. En dan denk ik, wat is het ook allemaal klein? Ik denk, heb ik hier 20 jaar gewoond en zo bekrompen. Ja. Hey, wat hebben we nog meer bij je? Ja, en wat ik ook uren deed natuurlijk, was
dit. Kijk nou eens. Ja. Oh, je hebt er mij ook een. Ja. En dan stort het natuurlijk... En een bal. Ja, altijd om 4 uur als ik school kwam. Of ik aan de voetbal, of we gingen honkballen. En dan... Nou, de buren vonden natuurlijk helemaal niks, want die ballen gingen regelmatig ergens zo een ruit door. Ja. En dan gingen we gewoon lekker gooien zo. Hup, hebbes. Dit. Huppakee. Lekker zeg, hé. Hey, leuk man, waar gaan we nu heen? We gaan nu naar de nieuwe binnenweg. Nieuwe binnenweg? Ja, ik heb wel toen het huis afbrandde, heb ik een tijdje in Kralingen gewoond. Dat was heel kort, maar ik kon Kralingen niet zo wennen. En toen ben ik heel snel dus naar de nieuwe binnenweg gegaan. En daar, ja, explodeerde het. Oké, okay, ik wil alles horen. Ja. Ik wil alles horen van je. We gaan. Hey, je kent het autootje, hè? Hebben we er al vaker in gezeten. Nou, een kontkapje op. Een kombokje. Ja, maar dan had hij niet een beurtje kaas en een watertje op, denk ik. Nee. De nieuwe binnenweg. Ja. Waarom is dit zo'n belangrijke plek voor jou? Nou, dus ik ben hier ergens in 85, 86 hier terechtgekomen. Hier op de nieuwe binnenweg 189. In de keuken had ik uitzicht op de OQ. Ja. En ja, er gebeurden hier allerlei spannende dingen. Alle freaks kwamen samen op de binnenweg en ik woonde daar. Een beetje een leuk huis ook wel. En ik gaf daar ook wel feestjes. Maar echt een creatief buurt, soort East Enders of Soho. Ja. Het Soho van Rotterdam. Waar iedereen elkaar hier kende. Gebeurde hier gebeurde het. Ja. Maar er werd natuurlijk ook veel drugs gebruikt hier. Ja, zeker. Ja, ik liep wel eens s'morgens ging naar de bakker of de melkboer. En dan lag er weer iemand, wist niet of die dood was, maar dan liep je er maar zo even overheen weer. Ja, dat was ook wel heftig, denk ik. Ja, maar het was een beetje evident en onlosmakelijk verbonden met de binnenweg natuurlijk ook en zo. En, ben je zelf ook aan de drugs gegaan? Nee, ik had er zelf helemaal niets mee, maar... Het was voor mij ook altijd een soort uitdaging om te kijken wat gebeurt er nou als je helemaal niets gebruikt in je leven. En ik begon hier ook, ik werd gevraagd door Luc Hollander, dat was de bekende karatekoning die helaas ook pas overleden is. En ik werd daar ook sportleraar. En daar kwam Ted Troost en Ruud Gullet, Marco van Basten, Nelly Koeman. Dus en jij was de sportleraar? Dus ik was ook een beetje zo'n eerste soort personal trainer, dat heette Nautilus. En Luc Hollander die zei toen tegen mij, Ted, jij gaat dat doen. En dus ik kreeg de koude kak van Hilversberg, Kralingen. Maar ik was net hier gaan wonen, vanuit Kralingen. Dus ik had mijn baan nog deels als sportleraar, ook in Kralingen. Hoe was dat? Nou, dat was superleuk. Sportleraar zijn? Ja, s'morgens, weet je wel, voor mij ook een... dat je vroeg op moest natuurlijk. En dat je dan je eerste les ook had. En dan kwam ik s'avonds om 7, 8 uur, kwam ik weer hier. En dan ging je weer muziek maken. En soms ging ik dan ook nog stappen weer en zo. En, wat voor herinneringen liggen hier nog meer voor jou? Mijn tante woonde hier en oma van Zessen, die woonde hier tot zeg maar de 90 jaar, heeft ze hier gewoond. En wie was oma van Zessen? Nou, oma van Zessen nam mij vroeger als kind zijnde, dat was de moeder van mijn vader, die nam mij ook in de 70 jaren hier al mee op kroegentocht. En oma van Zessen die had de bijnaam van oma voor Zessen nooit thuis. Maar dan, ik wist als kind waarom, want die nam me mee naar de allemaal duistere cafés en clubs en zo. Hoe oud was je toen? Nou, toen was ik 7 of 8 jaar. Meen je niet? Ja. Kan je zeggen dat daar misschien jouw fascinatie voor het uitgaansleven ontstaan is? Ja, ik denk de combinatie van verval, maar ook het zoeken naar vrolijkheid en naar uitbundigheid. En dat mensen met elkaar knoelen, dansen, verleiden. Flirten. Hey, maar wat zei je juffrouw op school er dan van? Dat jij als 7-jarig jongetje in die kroegen hing? Ja, ik was nou een jongetje die dan niet altijd kon opletten natuurlijk. Of ik spijbelde nog wel. Er werden wel eens vaak van mij briefjes geschreven van... Tedje voelt zich vandaag niet zo lekker. Maar het is heel dubbel natuurlijk. Aan de ene kant natuurlijk bizar dat je zoiets hebt meegemaakt. Maar aan de andere kant heeft het ook je ogen geopend. En je misschien wel geïnspireerd in wat je later bent gaan doen. Ja. Eigenlijk, het clubleven. Eigenlijk is mijn leven gewoon een film geworden die ik zelf geregisseerd heb. En waar ook later het succes kwam met Now & Wow, met de MTC parties. Het werd een grote. Ja. En gekker. En heel veel talenten en beginnende DJ's een podium gegeven natuurlijk, die nu wereldberoemd zijn. Ja, precies. Dus en dat begon toch allemaal hier op die binnenweg.
Wow. De rafelranden van Rotterdam. Hier ontstond die creativiteit. En daar staan we nu. Daar hoe is dan om hier nu te staan? Nou, ja, dit is ook wel een soort heilig. Heilige grond hier. Heilige ja? grond van het uitgaan. Nou, ik durf bijna niet meer te lopen over de stoep. Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar de Maassilo. En nu zit ik boven de Nauwbouw 3 en daar gaan we nu naartoe. Oké, okay. Kom op. Ja. Ja. Van downtown naar Zuid, de Zuid of Rotterdam. Zo, hoppa. Oh, ja. Zonder stuurbekrachtiging. Nou en wauw, hoe ben je eigenlijk op die naam gekomen? Nou staat voor confrontatie en wauw staat voor het afmaken. Wauw. Nou, het waren er toen ook twee zalen, hè? Dus nou was techno in house en de wauwzaal was meer de hip-hop en eclectische stijl. Hey, dit is een nostalgiet, hè, tegen mij. Ik kwam vroeger altijd op jouw feestjes. Ja, maar dit is alweer Nauwbouw 3, hè. We zijn begonnen in het Jobsveem. Dat was van 1999 tot en met 2003. Toen zijn we naar de Maassilo gegaan, hè. Dus elke zaterdag 4000 mensen, waarvan de 4000 niet in konden omdat het gewoon te vol was. Ja. En toen heb ik een kleine tussenpauze gehad en natuurlijk nog de Wat gehad, hè, op de Kruiskade. En toen zijn we Nauwbouw Fest gaan doen, hè. Grote feesten, één keer per jaar. En sinds 2019 heb ik dus nu Nauwbouw 3, dat is de oude Factory 10 van de Maassilo. Hoe gaat het met Rotterdam als uitgaansstad? Ja, nou sommige mensen maken zich natuurlijk wel zorgen ook. Hè. Wij kunnen hier misschien nog wel een jaar of zes blijven. Maar het lijkt wel of tijdens corona dat de gemeente bezig is om gebouwen en plekken die bestemd zijn voor het uitgaansleven, om die door te verkopen aan grote projectontwikkelaars. Waardoor straks helemaal geen uitgaansleven meer in Rotterdam mogelijk is. Dus ook mijn collega's in Rotterdam zijn nu bezig om enorm te gaan knokken om Rotterdam als dance-stad, als uitgaansstad te continueren. Heb jij nog een droom? Wat wil je nog verwezenlijken in je leven? Ja, ik word elke ochtend wakker met een droom, want zonder uitdaging is er geen leven. Ik bedoel, ik wil me altijd mezelf weer verbeteren. En ik denk, ik ben onderdeel van een generatieloze generatie, zeg ik altijd maar. Van leeftijd en zo, dat bestaat voor mij helemaal niet. Want ik train me elke dag te pleuris en ik probeer elke dag muziek te maken. En je blijft 20? Nee, ik blijf 20, dat zeker. Maar ik heb nog steeds een missie. En dat is dat ik de creativiteit ook wil overdragen langzaam aan een nieuwe generatie ook en zo. Dus, maar is er nog iets wat je echt heel erg graag wil in die stad? Wat ik eigenlijk wil is dat het veel meer nadruk wordt gelegd op de 24-uurseconomie en op het uitgaan. En ik vind dat een beetje in een verdomme hoekje ligt. Want ik heb het net al over gehad, mijn grote frustratie met corona is natuurlijk dat de mensen die natuurlijk allemaal gewoon lekker doorbetaald krijgen, die bepalen de regels. Maar de aanjagers van de economie, die hebben natuurlijk nu helemaal niks. Mm-hmm. En die aanjagers van de economie, daar is met name het uitgaansleven voor, is de clubcultuur voor. Ja. Daar begint de creativiteit en daar begint de economie. Binnen de nacht, daar moet verleid worden. Daar worden mensen, dan komen mensen tot elkaar, er worden zaken gedaan. Ja. En daar ontstaan ideeën en daar wordt het verschil ook gemaakt met het burgerlijke leven. Dus het is heel belangrijk dat het uitgaansleven in Rotterdam een centrale plek krijgt, met name de clubcultuur. Hey Ted, je bent een geerse gast. Geef me een schoen. Een schoen en from disco to disco. En laten we zuinig zijn op alle onze locaties in deze stad, want we willen blijven dansen tot het einde van de eeuw. Waarvan akte? Ja. Bedankt, hè. Oude reus. Oude dieuwers. Zet hem op, hè. Ja.